Headliners Team 2 is uit. Dat houdt in dat wij weer 100 euro aan packs gaan openen. Kijken wat je krijgt voor 100 euro tijdens Team Headliners. Je hebt nooit geen geld. Dus ik kon het ook doen tijdens Team Headliners 1, waar Mbappé natuurlijk in zat. Ja, ik vind Headliners eigenlijk niet zo'n leuke promo. Ja, eigenlijk niet zo'n leuke promo, heel simpel. Goed verhaal. Ja. Dus vandaar dat ik dat niet had gedaan, maar nu Team 2 met Vinicius Junior, die wel heel goed is dit jaar, dacht ik, weet je, waarom ook niet. Dus we gaan weer 100 euro openen. Doe even dat blauwe duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal, zet je notificaties aan, mis je helemaal niks. En ik zou zeggen, laten we gewoon lekker beginnen. Oké, laten we beginnen met Team Headliners 2. Wie zit er nou in? Nou, hier zie je het op je beeldscherm. Ik heb het niet voor me. Ik weet wel dat Salah erin zit en Vinicius Junior en dat de rest redelijk meevalt. Kimmich. Leuk, 91 rated. Heb je niet zoveel aan. Maar Salah en Vinicius Junior zijn super goed. We zitten hier in de winkel en er zijn 25k packs, 45k packs, 50k packs en 125k packs. 125k packs, dat is een lightning round. Dus daar heb je gelimiteerde ronden van, zeg maar, 84.000 nog. Maar die gaan het aankomende uurtje, gaan die niet leeg of gaan die niet op. Dus dat komt vast goed. Dus we gaan gewoon van alles en nog wat openen. Ik zou zeggen, laten we beginnen met een 50k pack. Kijk hoe goed die zijn. Die is echt nog nooit goed voor mij geweest, een 50k pack. Het FIFA menu doet een beetje traag. Mag wel wat sneller, jongens. Nou. A few moments later. 3 days later. Nou, ik denk oprecht dat het 1 minuut later is, maar hij is geopend. Eindelijk. We krijgen Zlatan, denk ik. Ja, hadden we die maar tijdens Winter Wildcards gekregen. Dat was leuker geweest. Nou, dat was niet best. Zlatan in de eerste pack. Gaat lekker daarheen. Of gaat lekker naar de club. En dan gaan we door naar het volgende packie. Net waren er nog 84.000. Nu nog 79.000. Zoals ik zei, dat gaat niet op. Dus dat komt helemaal goed. Een 45k pack. Even kijken wat zit daarin. Misschien zit daar wel wat moois in. Wie weet. Wel een bordenspeler. Maar wie is dit dan? Luke Shaw. 84 rated. En niet super goed. Jammer. Zit ook niet zoveel achter. Gaat weer naar de club en de prullenbak in. En dan gaan wij even zo'n 350 punten pakketje openen. Kijken wat daarin zit. Misschien zit daar wel iets goeds in. Wel weer een bordenspeler, wat ik normaal niet eens krijg uit dit. Is het dan een keertje Mandy in plaats van Hernandez? Zeker weten van niet. Jammer. En voor de rest zit er ook weer niet zo gek veel in. De FIFA menus gaan echt een beetje traag. Misschien omdat de server nu een beetje overvol is geraakt. Omdat omdat er zoveel mensen op zitten vanwege headliners. Wie weet. 600 FIFA punten in deze 45k pack. Wordt dat onze eerste walkout? Nee. Oh, Dinje. Nou, die hadden we nog niet gekregen in ieder geval. Het is geen Hernandez, dus dat is top. Volland. Neto. Niet best. Oké. Hoeveel punten hebben we nog? 10.000 C. Oké, ik denk dat het tijd is voor onze eerste ultimate pack. 2500 FIFA points. Meer dan 20 euro. 1 pakketje. Kom op. Geen eens een walkout. Geen eens een walkout. En dan weet je hoe laat het is. Dan weet je dat het heel lastig gaat worden, jongens. Om er zo, om zo goed iemand te packen. Nou, dit is niet heel best. 17 dubbele en echt allemaal kut. Nou, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is zeker niet goed. 50k pack hier dan maar weer. Nou, kom op, jongens. Een walkout graag. Nee, weer niet. Een Braziliaan, centerback. Thiago Silva, 85, is wel onze hoogste tot nu toe. Maar ze is nog steeds niet best natuurlijk. Nou, volgende pack. Wat gaan we nu eens proberen? Gaan we weer deze proberen. Even 2 achter elkaar, 45k packs. Ja, daar is onze eerste walkout. Is een 88 plus walkout. Wie is dit? Karim, The Dream, Benzema, 89 rated. Laat even weten in de comments of jullie denken dat Benzema een Team of the Year gaat krijgen. Ik ben wel benieuwd wat jullie denken. Want, ja, het is natuurlijk best lastig. Hij verdient het op zich wel. Alleen, ja, gaat hij hem ook krijgen? Dat weten we natuurlijk niet. Gaat lastig worden. Ik ben bang dat hij hem niet gaat krijgen. Want, natuurlijk, kunnen we allemaal stemmen. En ik denk, met redenen dat die niet super fijn gaat zijn in FIFA, dat niemand op hem gaat stemmen. We hebben onze eerste walkout in zo'n pack gekregen. Dus laten we er gelijk nog eentje openen. Misschien krijgen we nog een walkout. Dat is niet het geval. Wie is dit wel? Fernando, 84. Prima, jongen. Helemaal prima. Nou, Coates, Heubjerg.
niet op best. We hebben nog maar één vrije spot op de transferlist. En we gaan weer even een 125k pack openen. Kom op. Kom op. Jezus. Jongens, wat is dit? Wat is dit? Dit kan toch niet? Zo slecht. Nou, we krijgen wel een inform. Ja, dit kan toch eigenlijk niet, joh. Dit is toch best wel triest. Ja, al die 83 zijn ook eigenlijk helemaal niks waard. Heb je ook nog mijn Tarapt investment. Ik laat straks trouwens even al mijn investments zien. Want ik denk dat dat wel interessant is. Dus ik denk dat dit de prullenbak in kan. God de god. Wat kut dit. We hebben nog 3500 points. Zo'n 30 euro aan packs. Oké, laten we weer even zo eentje gaan openen. Borden weer. Geen walkout. Sommer. Ah, jongens, kom op. Wel weer een 85. Dat is prima. Zolang het 85 zijn, vind ik het helemaal prima. Ook nog Mbabu. Nou, voor de rest weer niet goed. En hebben wij nog maar 3100 points. Oké, even denken. Wat kunnen we doen? We zouden eventueel 2500 punten pack. En een van... Of een 45k pack. We kunnen 3 50k packs. Of we kunnen 5... Maakt niet uit. We gaan voor... deze pack, de 45k pack en de ultimate pack nog. En dan ga ik even mijn investments laten zien. In de 45k pack zit weer geen walkout. Jezus, wat duurt het allemaal? Duurt het lang, wilde ik zeggen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel kut dat we geen walkouts packen. Want, ja, we hebben er nog maar één gehad. Wel een 88 plus, dat wel. Laatste pack van deze video. Wat zit erin? Een walkout. Een inform walkout zelfs. Wie is dit? Grealish. Oh, Foden. Nice, 87. Grealish, zeg ik. Nice. Ik ben goed op de hoogte, jongens. 87 Foden, dat is supergoed. Ik ben benieuwd hoeveel die waard is. Wow, kijk. Dit zijn de packs die je hoopt te krijgen, jongens. 3 informs, 2 hoge walkouts. Dit is gewoon een supergoeie pack. Foden is, maar liefst. Jeetje, die had ik toch wel iets hoger ingeschat. 30k waard, nou, dat is dikke prima. Banega, die verkoopt ook wel... 13k ook. Stewart. Nou, die verkoopt niet echt. Dus die kunnen we eigenlijk net zo goed de prullenbak in gooien. Alisson is 30k ook. Suarez is 20k. Dus heb je 20 plus 30 plus 10 plus 10 plus 30/40. Is 100 à 110k. Wat natuurlijk helemaal niet slecht is. Dat is supergoed eigenlijk. Dus Stewart ga ik even de prullenbak in gooien. De rest ga ik naar mijn club sturen, want dat ga ik later even verkopen. En dit kunnen we later wel doen. Want dan kan ik dan gewoon stuk voor stuk verkopen. Ik ben best wel tevreden hiermee. Geen headliner gepakt, wat natuurlijk super jammer is. Maar ja, daar is niks aan te doen. Ik ga even mijn investments laten zien. Ik heb namelijk Tarapt, maar ik heb er niet één. Ik heb er zo'n 90. En hij is iets gestegen nu, maar nog niet echt superveel. Dus dat is jammer. Maar zoals je kan zien heb ik er aardig wat. Ik heb ze voor ongeveer 12,5 ingekocht. En ja, nou ja, hij is nog steeds 12, dus eigenlijk is hij helemaal niet gestegen. Maar het is wel leuk om te zeggen dat hij is gestegen natuurlijk. Oké, dan de consumables. Heb ik namelijk ook geïnvesteerd. Ik heb 443 ankerkaartjes en 382 hunterkaartjes. Dat is best wel veel coins aan hunterkaartjes. Want als je gaat kijken, hoeveel zijn ze nu waard? Chemistry styles, hunter. Dan zie je dat ze... Nou ja, 2800 ongeveer waard zijn. Dat zal het zijn. Die verkopen ook instant. 2900 ongeveer. Ik heb ze voor 2,7k per stuk gekocht. Ik dacht dat het een goede investment ging zijn. Want ik kan ze gewoon bewaren. En meestal zijn ze wel tussen de 4 en 5k. Dus ik wacht gewoon tot ze 4k aantikken. En dan verkoop ik ze. En als je dan een beetje je hoofd rekent. 380 keer 4k. Reken maar uit. Dat is veel geld. Nee, maar dit zijn mijn investment dus. En Foden gepakt. Laat even weten of het een W of een L was. Ik ben wel benieuwd wat jullie denken. Want eigenlijk was er niet veel soeps tot aan de laatste pack. En die heeft het wel een soort van gered. Dus laat het even weten. Doe ook even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan, mis je helemaal niks. Laat ook weten of je zin hebt in Team of the Year. De Team of the Year pack openings. Want ik ga er veel doen. Ik heb veel packs opgespaard. En ik heb nog wat FIFA points over voor Team of the Year. Dus ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat ik jullie bij de volgende video terugzie. Later.